Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb vandaag niet veel gevlogd. Gisteren heb ik plek gehad voor Sam. Dan kan aankomende woensdag starten, dus dat is goed. Ik voel me eigen op dit moment gewoon niet lekker in mijn velletje. En dat mag en dat kan. Daarom heb ik niet gevlogd de hele dag. Het is 6 uur. Nu is hij uit eten. Die is net weg. Met zijn werk. En ik heb nog een uurtje de kinderen beneden. En dan ga ik iedereen naar bed schuppen. En dan ga ik lekker eten bestellen. En dan ga ik lekker op de bank zitten en niks doen. Alle puinzooi die hier staat, laat ik lekker staan. Ja, dat ga ik doen. Morgen weer een dag. Vandaag sowieso, wat heb jij daar gedaan? Is het? In ieder geval, vandaag wordt het vroeger niks. Maar ja, we gaan het zien van het weekend. En ik zit er zelfs te denken om een weekje even pauze te nemen. Iets wat heel schattig is. Ik ga het jullie laten zien. Oh, nou gaat hij net weg. Ze lagen hier met z'n tweeën op de zitzak. Ik denk dat ik al weet wat hij gaat doen. Ga je ook je filmpje dan pakken? Hij wil bij jou liggen. Kom. Hij wil bij jou liggen. Dat is gezellig. Dat is gezellig. Ja. Dat is gezellig. Wil je deze? Zo. Daar liggen ze samen hoor. Kom maar lekker liggen. Lekker liggen zo. Hup. Samen. Dat is gezellig. Ja, dat is gezellig. Goedemorgen. Het is al bijna 12 uur hoor. Maar ik heb momenteel gewoon echt niet veel puf. Wat is er? Niels is werken. Ik zorg gewoon voor de kinderen in zoverre dat allemaal lukt. En ik ben blij, de kinderen komen niks tekort, want ze hebben gewoon fruit en de hele mikmak gehad, hè? En dan gaan we broodje eten. Nee. Ja. Hoi. Mooi. Nee, mooi. Hij vindt mijn nagels altijd mooi. Ik heb ze niet gedaan trouwens hoor. Het wel binnenkort, maar geen puff voor. Hé jongen. Hij heeft zijn enting gehad. Papa. Niet krabben, niet krabben. En die ziet er nu zo uit. Maar dat komt wel goed, hè? Nee. Om. Je mond. Hele. Ja. Hele. Om. Sam is lekker een keukentje aan het spelen. Jordi zit daar ergens. Om. Abel, abel. En Niels komt ergens vandaag een keer thuis. Maar veel vloggen ga ik niet doen, hè? Ik heb toch nog een buffel nu momenteel voor. En dat mag. Dat kan. Wat ik dus altijd doe als ik mijn eigen zo voel zoals ik me voel, ga ik allemaal dingen maken. Koffertjes had ik nog. Dat zijn Amerikaanse appelpannenkoekjes. Bananenpannenkoekjes. Maar ik maak ze wel. Gewone pannenkoekjes. En Liam heeft hetzelfde. Dus ja, en Jordi heeft ook. Maar die heeft maar een halve bananenpannenkoek. Omdat ik behoorlijk wat pannenkoek of banaan erin heb gedaan. Dus die heb ik even een beetje, hè, want die mag eigenlijk geen banaan. Maar goed, dat doen we een keer zo. Dus laat ik ze eens even eten gaan geven. Kindjes zijn gedoucht. Ik ook. Ik heb Niels heeft de kinderen eten gegeven. Ik heb het allemaal aangezet. Niels heeft afgemaakt. Zodat de kinderen eten konden. Ik ben op zolder bezig geweest. Want ik werd helemaal gek van de voorzolder. Zo noem je dat, denk ik. Overloop. Daar stond gewoon een hoop gigantisch zooi enzovoort. Maar nou gaan we eten. En ja, ik ga er niet op krijgen hoor. Maar dat maakt niet uit. Oog wil ook wat. Daarna gaan we hier even aan de gang. En dan gaan we bank hangen. Dus dat is wat de bedoeling is. Niels. Wat zijn we hier? Opgeruimd huis. Nou, we hebben nog niet een volledig opgeruimd huis. Want we moeten nog het een en ander doen. Maar voor beneden is het nu klaar. Ja. En we zagen iets op de babyfoon.
Iemand lag met speelgoed in bed. Ik ga het nu laten zien. Is het zonder problemen eraf gegaan? Ja, hij sliep gewoon door, maar ik hoor geluid boven me. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Volgens mij, de buren maken geluid sowieso. Mm-hmm. Maar ik denk dat er iemand snurk is. Dat kan ook. Ik denk dat het daar is. We hebben namelijk snurkers, dat hebben ze allemaal van... Noem geen namen. Oh. Mm-hmm. Maar goed. Het is gewoon buiten. Het is gewoon buiten. Buren zijn buiten iets aan doen. Mm-hmm. Maar dat maakt verder niet uit. Wij gaan nu bankzaken en beleggingen doen. En zodra ik de boel recht zetten. En dan een keer naar bed. Rust, slapen. Mm-hmm. Morgen weer een nieuwe dag. Ja, dat hebben we wel nodig. Een hele goede morgen. Ik ben al aangekleed. Ik ga zo spullen pakken voor de kinderen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb mijn heksenpakje aan. Zit lekker. We gaan dadelijk heel eventjes naar mijn ouders toe. Eerst eventjes... wacht. Dit is even beter. We gaan eerst heel eventjes naar mijn opa toe. Die is niet thuis. Maar ik kan daar wel gewoon binnen. Ik heb altijd, als ik eten over heb en zo, doe ik allemaal in de vriezer. Voor mijn opa. Daar moet ik even maaltijden heen brengen. Hij is nu naar mijn oma toe. En daarna komt hij bij mijn ouders. Maar dan heeft hij het wel al in de vriezer zitten. Daarna gaan we naar mijn ouders toe. Gaan we er even lunchen, even hoi zeggen. En daarna gaan we weer een keer naar huis. Iets waar ik altijd een hekel aan heb. Ik heb al zoveel dingen een hekel. Zoals de vaatwasser uitruimen. Inruimen boeit me niet. Uitruimen wel. Maar dat is ook sokken. Dus ik moet heel eventjes voor de hele Bambix-bende sokken bij elkaar sprokkelen. En die hebben ze helemaal niet. Nee, 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 nee. Ze hebben hier helemaal niks. Nee. Dus ik ben even sokken bij elkaar aan het sprokkelen voor de etters. En dan ga ik even hun kleding pakken. En ik moet ook even sokken voor Niels pakken nog. Niels is wel aangekleed, maar hij had nog geen sokken. Dus die moet ik even pakken. Even kijken. Die moeten wel dezelfde zijn. Daar valt weer een sok vanaf. Oh. Ik moet hierboven nog wel alles doen. Maar dat komt van de week anders wel. Sam gaat van de week naar zijn nieuwe schooltje toe. Dus... Zolang er niemand ziek is, heb ik op de woensdag en de vrijdag tijd om zulke dingen te doen. Ik moet namelijk dit helemaal opruimen. Dat wil ik eigenlijk vandaag doen. Maar ja, als het vandaag is, dan is het morgen. Ik moet even kleding pakken voor Jordi. Ik doe deze broek. Ik doe ook altijd reservekleding meenemen. Want ja, Jordi lekt nog wel eens door. Dus ik heb een joggingpak als reserve. Dan heb ik een trui en een broek. En twee onderbroeken heb ik voor Sam en Lia Matka onderbroeken gepakt. En dan nu kleding pakken voor die andere twee etters. Blijf nou eens staan, jongens. Dat. Je ziet hier wel een muur, maar daar kan ik vrij weinig aan doen. Want ik krijg het even niet beter neergezet. Kleding pakken voor die twee etters, dat is toch altijd wel een heel ander dingetje. Want ik moet altijd checken. Op lengte en et cetera. Het ding is, Sam is iets korter. Ja, iets. Het is allemaal niet een verhouding bij die twee.
En Liam heeft iets langere beentjes. En nou, ga zo maar door. Dus. Ik denk dat ik niet al te moeilijk doe. En neem deze. En het ding is natuurlijk ook altijd, je moet het laten staan. Deze en deze, ja. Twee broeken check. Ik weet denk ik al voor Liam en Sam wat ik wil. Maar moet ik even door al die kleding heen, hè? Want ze hebben helemaal geen kleding hier, hoor. Absoluut niet. Dat doen we niet aan hier, aan kleding. Nou, daar moet ik er wel bij zeggen, grotendeels is het van hun samen. Sommige dingen passen Liam beter als Sam op dit moment. En andersom. Maar ik weet wel ongeveer hoe en wat. Ik wil ze een trui aangeven. Die mijn moeder voor ze gekocht heeft. Ah, deze. Deze trui. Boe. Met tandjes in de muts. Dat is de die ik wil geven aan ze. En dan moet ik nog heel eventjes reservekleding pakken. En dan ga ik even mijn haar doen. En mijn gezicht. Niet make-uppen, maar even verzorgen. Nou, daar is het spook. Even aan mezelf doen. Moet de douche ook nog poetsen. Maar ja, hè? Het is niet smerig hier, absoluut niet. Dat is niet het geval, gelukkig. Je moet het gewoon even weer doen. Dat is het. Ik vind dit even prima. Ik heb beneden nog een klem liggen, doen we die. Even kijken. Ik heb gisteren mijn gezicht helemaal uitgebreid gedaan. Dus ik doe alleen heel even een schoonmaakje. Dat is iets wat ik eigenlijk nou elke dag doe. Als ik de kinderen naar school heb gebracht, heel even gauw mijn gezicht doen. Maar. Oeh, then there was light. Ik filmde eigenlijk nooit. Ik doe dat altijd snel. Dus dat is het eigenlijk. Hier, zie je een hele krul. dus ja, dat. En we gaan ook gewoon naar mijn ouders toe. Dat is ook niet. Ik ga niet naar de koningin. Maar ik wil wel even mijn gezicht gedaan hebben. Dan heb ik hier mijn glow day cream. Rosy glow day cream. Oh mensen toch, zelfs baten begint al moeilijk te worden. Dat is altijd een nadeel van nagels zijn. Normaal doe ik het ook altijd zo. Ik weet ook niet waarom ik het anders deed. Maar goed. En dan zou je denken, Mandy, je doet er te veel op. Dat zou je denken. Maar mijn gezicht zegt dadelijk in één keer. En dan is het weg. Het is echt zo bizar. Tanden heb ik al gepoetst. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Zo.
En dan pak ik mijn Rosy Glow Mist. En dan is het even. Ja hoor, dan ben je er weer hoor. Nou, dat is eigenlijk wat ik altijd doe. Ook al heb ik nu een glans op mijn gezicht, de crème is er eigenlijk al zo goed als ingetrokken. Dus dat. Dat is echt zo bizar bij mijn huid. Dat is echt ongelooflijk hoe snel dat dan gaat. Dus dat. Ik ga naar beneden toe. Niels helpen met de kinderen, schoenen aandoen en dan luiers pakken, et cetera, en gaan. Het is een beetje donker hier, maar wij liggen al lekker op tijd in bed. Ja, dan gaan we hier nog even tv kijken. Ja, want dat kunnen we namelijk. Ik zal het laten zien. Tadaa! We hebben namelijk een beamer hier. En wij gaan nog eventjes een serie kijken. En dan gaan we slapen. Want wij zijn oude mensen. Vooral mensen die moe zijn. Maar goed. Ik zeg bedankt voor het kijken. Ja, en tot de volgende. Tot de volgende.